Als je de laatste weken, dames en heren, vanaf Gelein, zal ik dan maar zeggen, de voormalige Macintosh, trok ik het dan maar zo goed, achterom de Steiner Bosch, Stein, binnen willen komen, zit je daar vrij snel geconfronteerd geworden met een behoorlijke wegversmalling. En ja, er wordt van alles gesuggereerd. Het ging erover van, ja, dat het gaat met het milieupark te maken, het heeft te maken met de tennisbaan, het heeft te maken met nummer op enzovoort. Je kent natuurlijk allerlei suggesties, blijven door, maar de schutsen in filmen op. Beter is natuurlijk als ze dan even zelf ter plekke is. En dat is de reden waarom Pierre Jacobs en ondergetekende Piet Hoebe hier op dit moment staan. Om ik een klein beeldje te laten zien van wat is men hier eigenlijk aan het doen. Maar vooral waarom. Nou, het waarom, daar heb ze de uitvoerder van nodig. Maar de uitvoerder die is er niet en die had geen tijd, et cetera, et cetera. Goed, die lui moeten werken, dus dat kent ze allemaal niet kwalijk nemen. Dat is een duidelijke zaak. We willen allemaal graag dat we van A naar B kennen en dat dat makkelijk kent. Nou ja, goed, dat betekent dat ook dat ze moesten incalculeren dat die mensen niet 24 uur ter beschikking staan om zich te woord te staan. Maar dat betekent dat ze natuurlijk dan zelf op pad zijn gegaan. Nou, zo avontuurlijk is het verhaal eigenlijk niet. Want als ze verdadelijk eens zo her en der gaat beeldjes kan maken, dan zult je zien dat hij een verkeersbelemmering gaat ontstaan. Er komt een soort vluchtheuvel, zal ik het maar gewoon zeggen, op het midden van de weg te liggen, in de bocht daar achter de Steiner Bosch nog. Metingen hebben namelijk uitgewezen dat men nogal hel reed op dat stuk. Te hel reed. En ja, daarna wordt er vlak bij het tankstation behoorlijk afgeruimd door mensen. Mensen willen naar de Steiner Bosch, die willen rechtsaf, daar wordt afgeruimd. Mensen die het gemeentehuis moeten zijn, die remmen af. En heel zeker het milieupark, dat regelmatig voor opstoppingen zorgt. Dan moet het verkeer dat daarop aankomt natuurlijk niet te hel rijden. En dat is de reden waarom men hier dus een verkeershindernis is gaan maken. Een afremmend geheel waardoor de mensen al minder hel steen komen binnenrijden. Het houdt natuurlijk allemaal ook met een bord gekend, dat weten we. Maar ja, we weten ook wie dat geeft. Er stonden zwavelborden langs de weg, daar kieksten en letsten steeds minder op. En het gevolg is dat er dus eigenlijk weinig met gebeurde. Dus, nu wordt er een verkeersbelemmering in de bocht aangebracht. En dat is wat die mensen hier aan het doen zijn. En daarmee is eigenlijk het verhaalje verteld.